Goedenavond en hartelijk welkom bij Voetbal Insight, het wekelijkse praatprogramma over voetbal op RTL 5. Het programma waar u zelf ook kan deelnemen. Dat kan dat doen via www.voetbalinsight.nl. Dat kan ook via de sms, dan VTB spatie, de vraag aan wie die gericht is en wie u zelf bent. En dan een nummer 2200. Drie mensen aan tafel, dat is altijd het recept hier. Ik zeg hartelijk welkom tegen Hans Kraaij senior. Beetje voetbalboe, maar nog steeds zo scherp als een mes, mag ik aannemen. Oh, gelukkig maar. Verder zeg ik hartelijk welkom tegen... Als een zeis. Oh, als een zeis zelfs. Oeh. Ronald de Boer, hartelijk welkom. Speciaal voor deze uitzending. Helemaal uit Schotland overgekomen. Hartstikke tof. En Hans Kruijs. Johan Derksen, hoofdredacteur van de Voetbal International. Je mag gelijk aftrappen, Johan. Nou, ik zit in spanning, want op dit moment wordt er vergaderd in Zeist... door alle afgevaardigden van de betaalde clubs. En de KNVB die wil een toezichthouder bij clubs neerzetten die in de financiële problemen zitten. En dan moeten ze als bedragen van boven de 10.000 gulden uit gaan geven. Moeten ze we zitten in het eurotijdperk. Moeten ze daar toestemming voor vragen. En ik heb me wel vermaakt met wat opmerkingen van clubs die zeggen... ja, maar dan is ons vrije ondernemerschap is weg. Maar als je nou weet dat meer dan driekwart van de Nederlandse clubs... In de ernstige problemen zitten... omdat diezelfde mensen die zo graag de vrije ondernemer zijn... een mismanagement hebben gepleegd, dat ze meer geld uitgeven dan dat ze binnenkrijgen. Dus de tijd om daar een toezichthouder neer te zetten, die is wel daar. En er zijn zelfs een aantal clubs die eigenlijk technisch failliet zijn. Gaston Sporre zei dat vandaag ook? Die zei er wat over, ja. Die gaf dan nog het advies erbij in de Volkskrant van failliet laten gaan, de licentie zien te behouden en een doorstart maken, eventueel onder een andere naam. Nu heb ik alweer van mensen bij clubs gehoord dat dat ook niet de ideale vorm is. Maar ik hoop maar dat de clubs zo verstandig zijn dat ze die toezichthouder accepteren. Want met z'n allen hebben ze een geweldige puinhoop van gemaakt en ze willen nog doorgaan met vrije ondernemers spelen. En dat verdienen ze eigenlijk niet. Nee, duidelijk is dat je de licentie, strengere licentievoorwaarden hartelijk toejuicht. Tuurlijk. Ronald, jouw moment van het weekend. Nou, ik denk toch Barcelona. Hè? Bedoel, het gaat toch aan je hart en je broer voetbal daar. Dus weer verloren. Dus teleurstellend. Leg even uit hoe dat kan, kort. Ja, ik weet het niet. Het gaat niet goed daar, maar hoe het nou komt. Ik bedoel, ze zullen hun stinker de best doen. Maar... Vond jij het verstandig van Van Gaal dat hij terugging? Weet ik. Nou, verstandig weet ik niet. Ik had het alleen niet verwacht. Ik had nooit verwacht dat Barcelona hem zelf zou terughalen. Dat had ik bij wijze van spreken al mijn geld op gewet dat hij dat niet. Of dat hij nooit meer terug zou keren. Maar... Praten we straks zeker over door. Om in de vorm van het programma te blijven. Hans Kraaij senior. Ja, nou, ik heb een mooi voetbalweekend gehad. Genoten. Ondanks de vermoeidheid. Ja, nou, ik ben wel weer hersteld. Ik heb twee nachten geslapen. Maar zaterdag gezien Manchester United tegen Arsenal. En dan blijkt dat voetbal boeiend is als er inzet is. En natuurlijk moet je nog goede spelers hebben. Nou, Manchester was gehandicapt. Maar er was een wedstrijd. Ploegen gingen tot het uiterste. Scheidsrechter Gallagher die goed door liet gaan. Tot aan het randje, maar nooit eroverheen. En dat is ook een belangrijke factor. Dus dat was mooi. Gisteren geweest bij Utrecht tegen PSV. Nou, idem dito. De spelers van PSV hadden flink op hun donder gehad. Want de tijd van begrip die was voorbij. En Koeman, die heeft, dat is de trainer die meestal de trainingen doet. Die had ze verschrikkelijk op de donder gegeven. En ze kwamen uit de startblokken als een raketten werkelijk PSV. Binnen 4 minuten was de wedstrijd gespeeld. 2-0 voor PSV. Met een hoofdrol voor Kessman. En Kessman wordt vaak bekritiseerd. Maar gisteren was hij werkelijk in topvorm. Maakte een schitterende goal. Had het voordeel dat hij tegen een verdediging speelde. Waar twee linksbeners in het centrum stonden. Vraag maar niet waarom, we hebben het net nog over gehad met Ronald. Maar twee linksbeners in het centrum, dat gaat nooit. Ja. Dat is altijd een probleem. Maar het was boeiend. En nogmaals, Kessman heeft nu meer doelpunten gemaakt in wedstrijden. Dus het is meer dan een gemiddelde van één. Dat is buitengewoon in Nederland. En ik heb zaterdag natuurlijk ook genoten. Maar daar komen we straks op terug van de wedstrijd tussen de Glasgow Rangers en Celtic. Met 4 Nederlanders en een halve Nederlander, Arveladze. Met een hoofdrol... min of meer ook voor Gelijk, de Boer. Gelijk dan ook een vraag van het publiek, Ronald. Van de heer of mevrouw Van Espen uit Axel. Welke heb je het liefst gespeeld? Ajax Feyenoord, Barcelona Real Madrid of Glasgow tegen Celtic? Ja, die vraag die wordt heel vaak gesteld aan me. Qua ambiance is er geen beter als Rangers Celtic of Celtic Rangers. Je kan je niet beseffen wat voor impact het maakt...
in de stad Glasgow. En je hebt natuurlijk twee van dat soort teams. Grote teams, want het zijn echt grote teams. Beschrijf het als je het stadion binnenkomt. Als je dat veld opkomt daar op Ajax. Ja, vooral op het moment dat de teams worden, dus dat je met de scheidsrechter het veld komt, dan is het zo'n happening, zo'n ambiance. En ja, die mensen zijn zo gek van hun club. En dat laten ze blijken 90 minuten lang. Je verstaat elkaar ook bijna in het veld niet meer. Je kan roepen wat je wilt, maar je verstaat je echt niet. En dat is gewoon een heerlijk gevoel als je daar een gedeelte van mag maken. Ja. Ik heb het zelf ook een paar keer mee mogen maken. Die mensen die blijven van de eerste tot de laatste met zo hard schreeuwen. Ja, maar er gebeurt ook veel. Omdat er natuurlijk zoveel inzet ook van de spelers. Dit is vooral, je merkt ook vooral van de Schotse jongen. Die zijn echt zo al die week mee bezig. En echt, als je dan ook wint, jongen. Dan zijn bij wijze van spreken ze janken van blijdschap. Jullie zijn 18 seconden bezig. Ja, dat was lekker, ja. Maar aan de andere kant, ik was blij trouwens dat onze verdediger hier die bal er niet uitslaat. Want dan heb je een penalty tegen die er waarschijnlijk in gaat. En je loopt met 10 man. Maar aan de andere kant had ik direct wel het gevoel van, nu zijn we tenminste wakker, anders slapen we direct. Dus, Hier wat acties van jezelf. Voel je lekker? Voelde het gelijk goed? Ja, nou, dit was direct de actie daarna, dus dat was lekker. Dus dit was ook een hele leuke actie. Met links aanraak moest je zelf om lachen. Dus, Trainer niet. Nee, Wouter is een verlies hier. Nee, maar die kan niet lachen volgens mij. Jawel. Maar daarna gaat het ook stukken beter. Ja, Moore die gelijk scoort. Greg Moore, de Australiër, die maakt een geweldige kopbal. En ik moet zeggen, daarna speelden we goed de eerste helft. Aardig doelpuntje dit. Dus hij kwam eigenlijk perfect en een heerlijke goal, moet ik zeggen. Je bent echt blij, hè? Je bent wel eens blij met een doelpunt. Tuurlijk, maar het was 2-1, een belangrijk moment. En ja, je gaat zo in op in die wedstrijd en dan met het publiek, dat is gewoon geweldig. Maar van onder hier een schitterende actie. Dus daarna wel een beetje mazzel met Sota en Michael. Maar hij maakte goed af. Dus 3-1, dat was in principe dacht je de wedstrijd afgelopen. Maar dat met Celtic weet je het nooit. En nee, dat komt dan terug tot 3-2. Ja, hij is slecht verdedigd, maar hij schiet hem goed in. Maar dan is het van heerlijk voetballen. Je hebt die voorsprong. Ja, nou ja, heerlijk voetbal. Ik vond niet dat wij heerlijk mis trouwens. Ja. Ik vond het niet dat we zelf de twee helft aan het voetbal kwamen. Dus de rust behielden we niet. Maar toch speelde je hem aan het einde wel een beetje uit, zeg maar. Zo van, we houden nu de bal in de ploeg in deze fase. Zo zie je. Ja, dat moet ook wel. Maar dat hebben we eigenlijk vergeten, de tweede helft. Alleen de laatste 10 minuten ging dat wat beter. Dus moet ik zeggen. Eerder dit seizoen 3-3. Nu dus 3-2 winnen. Je staat weer aan kop. Jullie staan weer aan twee kop. Twee punten los, ja. Hoe was de ontlading na afloop binnen de groep ook? Ja, geweldig. Dat zeg ik. Dat leeft zo vooral bij die Schotse jongen. Ja, bij mij ook hoor. Ik bedoel, maar vooral die Schotse jongen. Je kan je voorstellen, ik bedoel, Celtic en Glasgow, de mensen bijvoorbeeld, als ik dan over de fans spreek, die gaan volgende dag of maandag naar hun werk toe. En de helft zal voor Celtic zijn en de helft voor Rangers. Dus die gaan met een smile naar hun collega's toe. En dat is voor die mensen zo, dat betekent zoveel. Ja. Sommigen zijn echt aan een week, die durven eigenlijk niet naar hun werk toe. Het schijnt heel ernstig, zo ernstig te zijn, las ik van de week in de Volkskrant zelfs, dat er zulke rare dingen gebeuren in die godsdiensten tussen de protestanten en de katholieken, dat ze zich zorgen maken zelfs in Schotland. Ja, ik verdiep me daar niet zo in, want ik zeg altijd, religie, dat maakt mij altijd een beetje, krijg ik bij de kriebels van. Ja. Er komt veel ellende van, maar het is daar wel een issue, maar ik merk er nog niet zoveel van. Volgens mij gaat het juist omdat we hebben allerlei soorten geloven in ons team, bij wijze van spreken. Dus het is niet meer zoals vroeger dat je van die, als je van Celtic moest je katholiek zijn of protestant voor Rangers. Je hebt allerlei soorten. Nou, dus ik zie het niet meer. Dus in de club zie ik het niet zo terug. Word je wel agressief benaderd door Celtic supporters in de stad en zo? Nee, of niet? Nou, je hebt altijd van die, noem het maar mafketels. Maar vooral dat ik in het begin aankwam, heb ik heel veel gehad. Schudde je hand. En ze vinden het eer dat je in Schotland speelt. Dus ze blijven eigenlijk ook heel blij zelfs dat jij in Schotland kunt spelen. Maar dan wel op het laatste zeggen ze, maar we zijn wel verzeld. Dus ik hoop dat het niet te goed gaat met je. Maar ze vinden het wel heel leuk. Geen agressief gedrag. Ik heb het idee, je mag doen en laten wat je wil in het elftal zaterdag. Wat voor opdracht had je? Of geen helemaal geen opdracht? Normaal speel ik dus waar Avalatje speelde, of Michael, dus met de twee spitsen. Maar ik omdat Arteta, wat een supertalent is, die was geblesseerd. En die rol nam ik een beetje op. Dus ik speelde op het middenveld net een beetje achter de aanvallers. En in verdedigende opzichten moet je dan terugzakken naar het middenveld. Dat was eigenlijk mijn rol. Verdedigen doe je graag, hè? Doe ik altijd, hè? Doe maar werk. De volgende vraag is ook absoluut een open deur. Die zou je heel vaak te horen krijgen van Lars Noordhoven uit Wassenaar. De Schotse competitie en het niveau?
Nou, het niveau is ik wil, het is geen Spanje, het is geen Italië, het is geen Engeland. Maar ik wil, we moeten het niet overdrijven dat het slecht is, hoor. Dat duidelijk niet. Maar het verschil, ik bedoel, we hebben een DLS voor staan. Dat is vaktaal voor een overzichtje. Ja. Dat jullie tweeën staan aan kopcel in Glasgow. Jullie zijn ook de enige twee ploegen met een positief doelsaldo. Ja. En moest je kijken, het verschil op de Dat klopt. Ik bedoel, wij zijn verreweg de betere clubs natuurlijk. Maar de Dunfermline Hearts en Hibs, ik bedoel, als je daar uitspelt, dan moet je er echt vol aan de bak, hoor. Willen jullie graag naar de Engelse competitie? Oh ja. Ik bedoel, ik weet zeker, als Rangers en Celtic naar de Premier League gaan, ik bedoel, dat heeft zo'n impact voor de club. Ik bedoel, nu heb je bepaalde spelers die denken van, nou, ik ga niet naar Rangers toe, omdat die competitie is niet aantrekkelijk. Maar als, stel je voor dat ze naar de league gaan, naar de Premier League, dan is het heel makkelijk iets om die spelers aan te trekken, toppers. En ik bedoel, ze trekken nu al aardige toppers steeds aan, maar dan wordt het helemaal een hele grote. Het gegeven dat je zoveel supporters hebt. Al kunnen ze 20.000 kaarten krijgen, dan gaan er 20.000... Het is alleen de dood van de Schotse competitie. Die is dan helemaal voorbij. Daar moet je vanuit gaan. Nou, dat denk ik. Maar ik denk dat het de enige manier is om Celtic en Rangers te behouden voor een goed niveau. Maar Hans, blijft als 18 maanden toch wel, nog wel 18 maanden in Schotland, hè? In principe. Maar Hans is liefhebber. Doet het pijn om Ronald de Boer in de Schotse competitie te zien? Nou, als ik Mols zie, Mols is weer goed. En ik zag Riks aan de gang, en Newman aan de gang, zie hem aan de gang. Dat zijn alle vier hartstikke goede voetballers geweest. Goede technische voetballers. Geweest, zeg je? Nou, nee. Toen ze in Nederland waren, met geweest bedoel ik niet dat hun tijd voorbij is. Ze zijn altijd goede spelers geweest. En dat soort spelers, dat hebben we in Nederland hard behoefte aan. Maar goed, hij moet nog 18 maanden en dan is hij uitgespeeld. Je ziet naar die stand, maar ik keek net naar de Nederlandse stand. Datzelfde. Het gat van de drie is nu weer geslagen, hoor. Ja. Maar ja, goed, Dus ik bedoel, het is niet dat alleen. Maar niet van deze omvang, hoor. Nee, oké. Okay. Maar het schijnt er wel. Je hebt drie. Tuurlijk, je hebt maar 12 clubs. Natuurlijk kan het veel beter, maar het niveau is niet zo slecht. We moeten er niet te lullig over doen. Ik ben veel in Schotland geweest, maar als je bij Hearts of Midlothian komt, als je bij Hibernia komt, als je bij Aberdeen komt, die twee clubs in Dundee, zijn hele fatsoenlijke clubs, hoor. Daar wordt ook redelijk goed gevoetbald. Nee, dat zeg ik, maar ik wil. En als je daar speelt, de atmosfeer in het staan, is ik geweldig. Ik zit met stijgende verbazing naar Johan te kijken. Die heeft tot nu toe altijd die Schotse competitie helemaal met de grond gelijk gemaakt. Nee. En die gaat nu opeens. Natuurlijk, in Schotland heb je een aantal clubs die goed zijn. En het is niet alleen maar Rangers en Celtic. Daaronder zit nog ook wat. Ja, maar dat is toch van een B-garnituur. Met alle respect, Ronald. Maar als je dat afzet tegen wat daar verder rondloopt, dat is toch niks. Ja, wacht even, van een B-garnituur, dat zijn goede eredivisieclubs. Zullen die in Nederland goed meedraaien, denk je? Ja, zeker. Hibs, Dunfermline, sowieso. Ja, die draaien goed hier goed mee, 100%. Zeker ook fysiek. Ik bedoel, je ziet tegenwoordig wat fysiek kan brengen. Ik bedoel, als je in Arsenal ziet, hoe fysiek die speelt. Ik bedoel, tegenwoordig kan je niet meer denken van, ik ben 1,70 meter en 50 kilo, dan red je het niet meer, hoor. Dus deze is er toch geen verschil met de Nederlandse competitie. De Nederlandse competitie is standaard Ajax, PSV of Feyenoord. Eén van de drie wordt kampioen. Hoe lang is het geleden dat er een andere club kampioen geweest is? Nou, bij Schotland zijn het er twee. Het gaat met Vitesse. Maar je wil gelijk dat het, als het anders kan, moet je dat wel natuurlijk aanpakken. Zoals als je naar de Premier League kan, dan moet je dat doen. En ik denk dat ook het enigste manier is om te overleven voor die twee clubs in de toekomst. Wat is het geheim van Sean Connery en de Glasgow Rangers? Die geeft altijd adviezen, lijkt het wel een dik, in het verleden. Geen advies, maar hij is een hele goede vriend van onze voorzitter. Kijk, dit is zo'n wedstrijd dat hij weer aanwezig is. Ja. Nou, toevallig daar in Praag, tegen Žižkov in Praag had. Hij was bezig met film aan het maken in Praag. Ja. Hij is een goede vriend van Dave Murray, onze voorzitter. Dus soms komt hij in de kleedkamer. Vooral de eerste keer dat ik kwam, zat ik tegen FC Dundee uit. En dan zit je om te kleden en ineens zie je een man binnenkomen. En denk je, hey, die ken ik. Dat is Sean Connery. En het is een hele interessante man, een hele grote man. En die met die mooie stem. En die gaat naast je zitten, gaat een oude hoer. Ik bedoel, dat relaxte gedoe. Dat is, en stelde zich voor als Bond, of niet? Johan, op het gevaar of dat je nu weer denkt dat niet waar is wat je eerder hebt gezegd. Je hebt ook ooit over advocaat gezegd dat hij er eigenlijk niks van gebakken heeft bij de Glasgow Rangers. Sta je er nog steeds achter? Nou, het is iets genuanceerder wat ik gezegd heb. Maar dat kan haast niet. Ja, dat kan wel, ja. Maar misschien dat je wat beter kunt luisteren of je huiswerk wat beter kunt maken. Nou, hij heeft een hele hoop miskopen aangetrokken.
daar die het niet gered hebben. De laatste jaren heeft hij niets gewonnen. En hij heeft er een fantastisch trainingscomplex neergezet waar hij zo trots op is als na 8.7 starten. En vervolgens heeft hij de club achtergelaten met een grote schuld, omdat dat trainingscomplex nogal duur was. Maar wat is de nuance daaraan dan? Ik bedoel, het komt erop zelf neer dat hij zegt dat hij er niet van... Nee, maar jij zegt hij heeft er niets van gebakken. Hij is in zijn beginperiode is hij wel kampioen geworden. Heeft ook een paar hele goede spelers gehaald. Maar een van de grootste miskopen in mijn ogen bijvoorbeeld, dat was Bert Konteman, die absoluut dat niveau niet aan kan. Ja, maar dat is een van de weinigen, vind je dus? Of is het want het heeft toch een lijstje, ongeveer 10 buitenlanders lopen daar die het eigenlijk niet waargemaakt hebben wat aankopen van advocaat waren. En ik weet wel dat het moeilijk is, want wat Ronald zegt, je moet altijd in een categorie kopen voor Glasgow Rangers die in de Schotse competitie willen spelen. Want hele goede, echte toppers in een leeftijd van 26, die gaan liever naar Spanje, Italië of Engeland, omdat dat toch meer glamour uitstraalt. Maar Lorenzo, waarom ben jij naar Schotland gegaan eigenlijk? Omdat ik aan het einde van mijn carrière was en ik had het even heel goed gehad met Barcelona toen Sierra Ferrer dat trainer was. Ze betalen dat toch niet zo goed, of wel? Nee, een klein beetje. Maar. En je hebt al gezegd... Nee, maar ik denk dat Dick het op zich heel goed heeft gedaan. Ik bedoel, als je het eerste jaar de treble wint, dus 3 bekers wint, het volgende jaar de dubbel. Dus in 3,5 jaar tijd heeft hij de treble, de dubbel. Dan een jaar niet kampioen en het half jaar daarna heeft hij dus het overgegeven aan McLeish. Dan heb je het op zich, heb je het niet slecht gedaan. En natuurlijk, ik weet ook wel dat bepaalde kopen niet goed zijn geweest. Maar ik bedoel, dat is inherent aan, als manager koop je spelers waarvan je denkt, nou, die gaat het doen. Ja, maar dat vind ik makkelijk gelul. Dat vind ik makkelijk gelul. Daardoor zijn alle Nederlandse clubs nu in de rode cijfers. Als je 10 spelers... Maar dus het is niet alleen wat hij heeft gedaan. Ik bedoel, het is, dat wordt dan extra belicht. Maar je ziet het met zoveel clubs, dat zeg je zelf. Jawel, jawel, tuurlijk. Maar Dick heeft daar 10... Ik heb ze ooit gepubliceerd, ik weet ze nu niet uit mijn hoofd. Maar 10 spelers die veel geld gekost hebben en waar Glasgow niets aan heeft. Dan zeg ik, heb je dat onderdeel niet goed gedaan. Hij heeft ook weer hele goede spelers tuurlijk, gehaald. Hebben we goede dingen gedaan. Maar hebben die spelers jullie op een niveau gebracht waar Dick had willen zijn nu? Wat internationaal... Nou, ik denk wel. Hij heeft een periode gehad dat ze ook onterecht bijvoorbeeld uit de Champions League, je weet tegen Barcelona of tegen Bayern München, dat ze de eerste helft Bayern München helemaal wegspelen. Ja, maar ze verliezen toen wel. Michael raakte geblesseerd toen zwaar. Toen verloren ze met 1-0, geloof ik. Valencia. Ja, daarna zijn ze uitgeschakeld tegen Galatasaray, ook op het nippertje op het laatste moment. Ja, dat zeg je. Dus het is waarschijnlijk zullen we zeggen net niet. Ja. Maar ik bedoel, ik vind toch wel dat die Rangers internationaal op de kaart opzet. Maar als Lorenzo was het helemaal niks. Als Amoruso zegt, Rangers was ook al een topclub voordat Dick advocaat kwam. Oh ja, ze hebben nu ook op 2 gewonnen. Ik bedoel, John Gregg, die zal je wel kennen, de legend. Ja, maar als Amoruso zegt van het was een kleine dictator en hij heeft alleen met Nederlands gehaald wat voor tweespalt heeft gezorgd, hoe serieus neem je dat dan? Dat neem ik helemaal niet serieus. Omdat hij zijn arm, hoe heet het, zijn. Captaincy, de aanvoerdersband heeft afgenomen, dus dat lag hem heel zwaar voor Amoruso. Dus, maar helemaal geen dictator. Ik bedoel, het is een strenge man, maar dat moet je zijn. Je moet discipline hebben. Je scoort weer makkelijk trouwens in Glasgow nu ook weer. Het gaat weer heel lekker eigenlijk. Het gaat goed, omdat ik me fysiek heel goed voel. Dus dan komt het vanzelf. Ja, dat is het gevoel van die spits van vroeger weer terug, zeg maar. Ja. Die eigenlijk een tijdje niet meer was. Ja, dit... Sorry? Ik hoop dat je andere goals hebt. Maar als het goed is, hebben we er sowieso nog één. Er zitten wel een paar leuke bij, hoor. Maar... Ik denk dat je precies de slechtste hebt van mij. 9 keer in de competitie begrepen, 2 keer internationaal. Ja. Ja. Tegen Sivkov, maar je bent er wel blij mee. Oh ja, maar elke goal is nog steeds, wat ik zeg, om daar te spelen. Ik geniet elke keer nog, hoor, te spelen voor de Rangers. Maar McLeish, betere coach dan advocaat? Of is dat onterecht om het zo te stellen? Nee, het zijn andere types en nee, niet beter. En niet omdat ik nu bijvoorbeeld Dick niet wil afvallen of McLeish, maar... Nee, ze hebben allebei een eigen inbreng. Ik vind dat McLeish brengt het weer... Ja, die is weer wat relaxter, maar hij heeft een heel goed kijk op het spelletje. Wat doen Jan Wouters precies bij jullie? Jan, die wordt heel goed gerespecteerd bij ons. Die is een soort echt een assistent trainer, maar doet het gewoon, leidt heel veel trainingen. En vooral bij de buitenlanders dus, of de Schotse jongen. Die vinden hem geweldig. Ik bedoel, gewoon alle spelers, maar omdat hij het echt voetballend overbrengt. En dat hebben ze daarvoor niet, niet echt meegemaakt. Hans, het Nederlands elftal en Ronald de Boer, wat denk je dan aan? Nou, ik heb altijd gevonden dat als Nederland met een hangende rechtsbuiten speelde, dat gewoon de beste hangende rechtsbuiten zou zijn. Ja. Dat vind ik gewoon. Dat is gewoon een hele moeilijke taak. Nog steeds? Nou, dat wil ik niet zeggen.
Dat kan ik niet zeggen. Ik heb Ronald een hele tijd niet meer echt live gezien. Maar hij had de kwaliteit om een hele goede hangende rechts buiten te zijn. Maar het probleem was ook dat hij nou niet zo verschrikkelijk graag hangende rechts buiten speelde. Hij speelde liever op een andere positie. Speelde liever op het middenveld met nummer 10 op zijn rug. Een vrije rol, maar ja, dat willen we allemaal natuurlijk. Maar was een ideale hangende rechts buiten. Ik denk eerlijk gezegd dat zijn carrière als international voorbij is. Hij wil zelf graag nog naar het WK. Nou, hij ziet er nog steeds goed uit. EK. Ja. Nou, hij ziet er nog steeds goed uit. Alleen de concurrentie in het Nederlands elftal op dit moment is zo enorm groot. We hebben 6 tot 8 spelers die goed op het middenveld spelen. Maar voor hem is het te hopen. En vandaar dat hij natuurlijk ook een beetje positief over Dick Advocaat is. Want hij is niet achterlijk. Nou, en als het is niet zo onverstandig van Advocaat natuurlijk om als een routinier nog heel fit is om hem mee te nemen. Omdat hij altijd inzetbaar is. Je neemt geen enkel risico. Hij kan op meerdere posities spelen. Dus het zou niet zo gek zijn. Nou, maar als ook als een soort geste voor zijn verdiensten. Gestes bestaan er natuurlijk. Jawel, maar als de technische staf er wat aan ook heeft. Niet voor uitgekozen worden. Nee, ik moet nu voel... Met Nederlands elftal meegaan. Kijk, vraag uit het land. Sander Nieuwenburg uit Wassenaar. Wat was je belangrijkste wedstrijd ooit voor het Nederlands elftal? De halve finale tegen Brazilië natuurlijk. Kun je er nog naar kijken naar dat moment of niet? Jawel, als je die voorzet hebt. Ja, we hebben hem. die voorzet. Nee. We hebben dat op dit moment. Ja, geweldig. Hoe vaak nog in je slaap? Nee, nooit meer. Nooit meer? Nee. Ik heb er nog wel eens last van, dus heb jij helemaal geen last van? Nee, nou ja, het is voorbij en doodziek natuurlijk. Als ik op televisie zie, vind ik het minder slecht dan dat ik het gevoel had dat ik hem zelf raakte op dat moment. Ging je er naartoe om in die hoek te spelen of was het kijken de beweging met de keeper? Wat deed je? Ik wou eigenlijk, maar hij bleef wel langer staan dan ik had verwacht natuurlijk. Wat wilde je? Ik wou gewoon eigenlijk wachten tot de keeper ging bewegen en dan in die andere hoek duwen. Maar hij bleef lang staan. Maar als ik hem nu zie, vind ik hem op zich nog niet eens zo slecht dan. Maar op het moment dat ik hem miste, dacht ik echt... Hij zat er bijna in. Ja. Nou, het scheelt niet veel. Maar je bent er mentaal helemaal overheen, zie ik wel. Jawel, ja. Je kan er wel over blijven zeuren, maar ik denk niet dat ik denk dat je ooit een penalty hebt gemist. Je ging voor de andere hoek. Nee, ik ging niet van anderen. In het begin zat ik te denken van ik ros hem gewoon hard erin. Ja, had dat maar gedaan. Maar. Ja, maar ja, het is altijd als. We gaan dit even verwerken. www.voetbalinsight.nl of via de sms dan VTB en spatie naar nummer 2200. Zeggen wie u bent, aan wie u hem richt. En dat gaat allemaal, hoeveel kost dat eigenlijk? 55 eurocent per bericht. Zometeen na de reclame praten we uitgebreid verder over Ronald de Boer, zijn carrière. Het Italiaans voetbal trouwens ook nog. En natuurlijk ook nog het Nederlandse elftal, Barcelona en Ajax. Tot zometeen.